1 april. Ja, ik ring je bel. Ja, natuurlijk. Kom. Ja, nou weet ik het. Mary die zou komen, nou die komt dus niet. Nee, die zit met haar kont in. Nee, dan blik, ja. Maar die komt er wel onverwacht. Ja, dat is onze Mario. Hallo, goedemiddag. Dus, was het lekker? Ja, was zeker lekker. Mooi schat. Het is mijn guilty pleasure. Jij vond het ook wel lekker, hè? Ja. En jij ook wel, hè? Rijka. Ja. Dus ja, we gaan nog even lekker door. En ik ga eens even in de vriezer kijken of ik daar nog iets heb leggen wat ze wel lust. Een hele goede middag en welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag alweer reeds tweede paasdag. We leven op maandag, de eerste van de vierde, 1 april. Ja, kijk, ring je bil. Ja, natuurlijk. Kom. Ja, nou weet ik het. Mary die zou komen, nou die komt dus niet. Nee, die zit met haar kont in. Nee, dan blik, ja. Maar die komt er wel onverwacht. Ja, dat is onze Mario. Hallo, goedemiddag. Die zit ook net binnen, maar ik moet nog met de meid uit. Nog later, die staat er nog. Want ja, jullie weten het, het is nog hartstikke laat. Dus ja, dan kom je ook weer laat uit je bed. En ik zie er nog niet uit, denk ik. Sluug. Nou, jij bent opgemaakt dus. Ja, maar ik ben sluug nog. Ik ben nog moe. Ja, ik werd ook rot wakker hoor. Ja. Vervelend. Ja. Maar dat komt wel weer goed. Boefies! Ik heb allemaal ingepakt, dus twee hondjes. Ja, boefies. Lekker lieve dingen. Dus ja, dat dus. Maar in ieder geval, ja, ze zit met de kont in Medemblik, want daar gaat het niet zo goed. Ik zeg, verdorie, je hebt toch een telefoon? Ja, toch? Tenminste, ze zegt, zij is, ja, maar zij heeft geen telefoon. Ja, wat heb ik met diegene die daar woont te maken, dat die geen telefoon heeft? Dat is hun probleem, niet dat van mij. Maar Mary heeft toch een telefoon, die heeft meerdere van deze apparaten die het doen. Ik heb ook meerdere apparaten, maar er is er maar één die het doet, en dat is die. Ja, kerlaatje, heb ik zoveel telefoons leggen die ik niet kwijt wil, maar ze doen er geen van allen. En dus ja, dat dus. Maar we gaan nu lekker even met de meisjes lopen. Mario die wil meelopen. Die heeft beweging nodig. Dus ja, komt helemaal goed, lieve vrienden. En we houden jullie gewoon gezellig op de hoogte. Dus komt allemaal goed. Ik zou zeggen, tot later. Doei doei. Waarom moet jij zo gapen? Als je moet gapen, moet je gaan slapen. Ja, dat wordt daarom. Een hondje die er blaft. En daar zit Mario nog steeds. Rijka is er nog steeds. En die gaat ook niet weg. Nee. En dus, en ik ben met mijn spel bezig. En Mario die zat lekker net even bij me. Ook aan de telefoon. En er ligt nog worst op tafel voor de meisjes. En ik, want dat wil Mario weer niet. Nee. Maar ik had voor haar een ander bordje. En er lag een heleboel kaars op. Ja, en dat heb ze op. Ik had er maar een paar. Dus. Was het lekker? Ja, was zeker lekker. Mooi schat. Het is mijn guilty pleasure. Jij vond het ook wel lekker, hè? Ja. En jij ook wel, hè? Rijka. Ja. Dus ja, we gaan nog even lekker door. En ik ga eens even in de vriezer kijken of ik daar nog iets heb leggen wat ze wel lust. Maar dat weet ik niet zeker. Maar dat zien we dan wel weer. Nou, kijk even. Ja. Dus. Maar dat gaan we zo eventjes doen. Dus ik zou zeggen, geniet van alles en geniet een beetje mee met tweede paasdag. Een hele goede avond, lieve vrienden. Ja, althans, avond is nacht. Wij komen hier bij jullie eventjes een welterusten te wensen en een goede nacht. Ja, want wij gaan lopen en daarna, als we thuis komen, gaan we naar boven toe. Ja, gaan we lekker slapen, want we moeten er hier een aantal gapen. Ja? Want ja, als je gapen moet, moet je gaan slapen. Ja, toch? Dat zeg ik tegen de meisjes altijd. Dan is er dat bekje wagenwijd open. Ik zeg, moet je gapen? Moet je gaan slapen. Ja. Dus dat gaan we straks doen. Hè?
Nou, Mary is dus niet geweest, dat weten jullie. Ze zal me morgen bellen, zal ze het allemaal uitleggen. Lijkt wel zo'n 1 april grap, weet je. Wel beloven, niet nakomen. Ze laat het niet weten, ik kom er uit mezelf erachter. Ja, hoe dan? Gaat het daar niet zo goed? Met haar vriendin, of weet ik veel wie. Van mijn part met Sinterklaas, doet er even niet toe. Dan kan je toch even mij bellen? Of even appen? Met die. Moet ik zelf erachter komen omdat ik haar app om te zeggen van ik ben even met de meiden uit. Als je er al aankomt, dan zit je hier, parkeer je je kont maar even bij de picknicktafel. Weet je zo. Als ze niet eens iets in de helder. Nou ja, leuk dan. Laat het even weten. Maar in ieder geval, ze belt morgen. Heeft ze gezegd tenminste. Belt ze me op om het mede te delen wat er aan de hand is en om het uit te leggen. Nou, ik hoop het. Maar in ieder geval, nou over hopen, we gaan naar buiten toe, want dan kennen ze een hoopje daar later. Ja, nee? Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, welterusten allemaal en lekker slapen. Gezond weer op. En ja, morgen is het, het is vandaag 2 april alweer. Ja, dat gaat het hard, hè? Ja, nog even. Maar in ieder geval, ik heb er net ook weer bij mijn vlog heb ik iets neergezet. Het is geen paarse meer. Maar ik heb 2 plaatjes van tevoren gemaakt. Bekijk dat ook even heel goed, die 2 plaatjes. Dat gaat over die channel trails. Ja. Ik werd van de week ook, toen liet ik ook die strepen zien, dat was donderdag 14 maart en die kwam 27 maart online. Liet ik ook de lucht zien met strepen, met die chemtrails. Ik wist de naam 1, 2, 3 niet ervan. Ik wist ook niet hoe ik het schrijven moest, het was zo'n Engelse benaming. Ja, wat weet ik ervan, ik heb geen Engels, maar nou weet ik het wel. Even naar gevraagd. Maar toen werd er al gezegd dat ik... Bij die vlog hè, van 14 maart, moeten jullie maar terugkijken, 14 maart, die is op 27 maart online gekomen. Daar staat van iemand bij die ik totaal niet kan, dat ik GGZ misschien. Ja, hallo, wat heb ik met het GGZ te maken? 2 keer niks. Kijk dan naar jezelf, ja. En word wakker, maar ik heb niks met GGZ te maken. Nee. Absoluut niet. Ik ben gewoon wakker en helder wat dat er gaat. Ik ga straks weer slapen, maar dat is op een andere manier. Ja, leg ik mijn lichaam even een aantal uren ten rusten. Maar daarna ben ik er weer. Ja, trouwens, ik moet wel, want ook Erwin die komt weer. Of hij moet ziek, morgenochtend ziek opstaan, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, dat merken we dan wel weer. Maar die chemtrails, nou hallo, dat is vergif, hè. Daar worden wij zo beroerd en ziek en draaierig van. Daarom hebben wij hoofdpijn en daarom hebben we dit en dat en zus en zo. Ik ben niet de enige die hier rondloopt. Dat is hier dagelijks feest wat er gaat qua hoofdpijn en misselijk zijn. Allemaal door dat bedompte rot weer, dat donker zijn, die bewolking, dat ook niet normaal is. Ik noem het eigenlijk het profiel van sportschoenen. Daar geven die noppen eronder, weet je wel, die bobbeltjes. Niet die voetbalschoenen, dat zijn geen sportschoenen, maar waar je mee op straat op klopt. Nou, het is net allemaal van die bobbels die, ja... Zo ziet het eruit. Ik vind het niet echt de bewolking die we vroeger hadden. Dit wordt gemaakt. Dus, ja, en wat ze erboven doen, met die chemtrails, ook zie je het gebeuren zonder een vliegtuig. Hallo, hoe komt dat? Hoe kan dat in die lucht ineens komen, zo'n streep, zonder een vliegtuig? Weet het niet hoor. Ik heb het zelf levende lijf ondervonden. Ja, en er staat... Hoe kan dat nou? Maar je vergeet helemaal je mobiel te pakken om te filmen, want het is bijzonder, het is gek, het mag niet voorkomen, zomaar uit het niets. Dus ja,
Kinderen zullen zeggen dat ik gek ben. Nou ja, ben ik ook. Goed en knap. Ja. Hé, dametje? Wij zijn goed en knap, hè. Wij zijn gek, allemaal gek, ja. Dan ben wij blij dat we gek zijn, hè. Want dat is gewoon goed en knap. Ja. Maar oké, nogmaals, lieve vrienden. Lekker slapen. En morgen weer gezond op. En jullie weten het. God die houdt de wacht. En daarom zeg ik, tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei!